If roses are meant to be red and violets to be blue, why isn't my heart meant for you? My hands longing to touch you, but I can barely breathe. RTV 9 is uitgenodigd om mee te varen met een particulier initiatief genaamd Kunst in de Boot. Dit omdat de kunst hier ook in Nieuwegein gekort wordt. Voorlopig zijn er 3 vaarten gepland, waarbij de muzici, de auteurs en de kunstenaars hun werk tentoon kunnen spreiden. Twee kunstenaars vandaag op de boot. Melanie Reindertsen en Kim Houtzager. En dat onder auspiciën van de gastvrouw Elieke Spelbos. I guess you heard it all before. Mr. Inaccessible, will this ever change? Melanie Reindertsen. Ja. Zangeres, kan ik wel zeggen, hè? Ja. Ja, toch, toch wel. Je zit nog op school, mag ik aannemen, het Oosterlicht. Is, dat klopt dat? Ja. Welke klas zit je? Ik zit op 4 HAVO. Dus het schiet lekker op. Ja, volgend jaar eindexamen. Je zingt luisterliedjes, wat ik zo begrepen heb. Hoe selecteer je die? Eigenlijk kijk ik een beetje gewoon wat er nu zo in de top 40 zit en zo. En gewoon eigenlijk, ik ben zelf heel erg fan van Taylor Swift. Dat is een Amerikaanse zangeres. En die heeft gewoon allemaal van die lekkere gitaarliedjes. En dat vind ik superleuk. En ja, gewoon verder ook een beetje kijken naar je doelgroep. Ook gewoon, ja, lekkere vrolijke liedjes. En liedjes die veel mensen kennen en zo. En dat is gewoon leuk. En je hebt al wat bereikt, heb ik de indruk, want je hebt al in een revue gespeeld. Welke? Ik speel momenteel in Moeder, ik wil bij de revue. Dat is, echt waar? Ja, ik speel in het Beatrix Theater. En ja, dat is gewoon superleuk. Het is zo speciaal, ook met Simone Kleisma en John van Eert. En dat is echt, dat is heel speciaal, die mensen, om hen te ontmoeten, zeg maar. Ik speel meestal zo'n 1 keer per week eigenlijk, dus het valt nog wel mee. En het is meestal 's avonds. Dus het is, ik vind het goed te combineren met school. Wat wil je bereiken met je gitaar en je zang? Ik zou het heel gaaf vinden om gewoon eigen liedjes te schrijven. En gewoon een avond gewoon op een podium te staan. En gezellig gewoon, ja, gewoon mijn muziek aan mensen ten gehore te brengen, zeg maar. Dat lijkt me gewoon heel gaaf. Hartstikke goed, dankjewel. Alsjeblieft. Kim Houtzager uit Nieuwegein, je bent auteur. Wat schrijf je? Ik schrijf verhalen in het Nederlands en het Engels. Voornamelijk gericht op de jeugd, in de fantasy-stijl. Maar ik heb gemerkt dat volwassenen ook vaak mijn verhaal heel interessant vinden. Wat is fantasy-stijl? Leg dat eens aan de kijkers uit. Fantasy gaat meer om magie en dingen die eigenlijk niet in het echt kunnen gebeuren. Dus fantasieverhalen. En in mijn geval speelt het zich voornamelijk af op een andere planeet. En dan ook nog een beetje de setting van de middeleeuwen. Dat is een beetje de romantische kant van de middeleeuwen. Is er veel belangstelling voor? Zijn er veel mensen die jouw boeken gaan lezen of kunnen lezen? Nou, op dit moment is de eerste druk is eigenlijk out of print, zoals dat heet. Het wordt ook niet meer gedrukt. Er moet een nieuwe druk gaan komen. Dus er zijn nog maar een paar exemplaren van de eerste druk over. Nou, die heb ik zelf nog wel, dus ik kan gelukkig nog mensen gelukkig maken. Maar we grijpen het gelijk aan om gelijk een goede tweede druk ervoor op poten te zetten. En kijken of we dat met een Nederlandse versie dan kunnen samenvoegen. Niet alleen het geschreven woord, maar je doet ook tekeningen maken. Ja. Wat voor tekeningen zijn er? Ik maak voornamelijk tekeningen die bij mijn boeken passen. Dus echt illustraties die erbij passen. Maar ik teken ook korte strips voor de website van pen.nl. En waar gaan die over? Die gaan eigenlijk over van alles wat ik zelf of in Nieuwegein meemaak. Dus ik spit heel vaak het nieuws door om te kijken of er wat interessants tussen zit. Maar soms dan maak ik gewoon iets zelf mee van, dat is niet eens te bedenken. Dan gebeurt het gewoon. Nou, Elieke Spelbos, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit een hele jeugdige gastvrouw meegemaakt heb dan jij. Ja. Wat goed van jou. Hoe ben je op dat idee gekomen om gastvrouw te worden? Eigenlijk ben ik gevraagd door de organisatie. En ik doe zelf al heel veel met mijn opleiding, Event Academie. En daarbij leer ik ook hoe dat moet en hoe je mensen tevreden stelt op een evenement. Wat is de Event Academie? Event Academie is een school in Utrecht, een opleiding. En die leert eigenlijk alles wat met evenementen te maken heeft. Dus een evenement opzetten, maar ook hoe spreek je mensen aan op een evenement. En hoe stel je mensen gewoon tevreden. Moet je wel een beetje lef hebben, denk ik.
Ja, zeker. Dat ben ik, heb ik wel moeten opbouwen. Ook qua presentatie natuurlijk, maar ook dat leer je op de opleiding. Ook burgemeester Frans Bakhuis, die terras is op deze boot, hebben we kort een reactie gevraagd over het korten op deze kunstsubsidie. Meneer Bakhuis had een mooi initiatief, kunst op de boot, een particulier initiatief. Ja, dat is een heel mooi initiatief. Goed ook dat er inwoners zijn van deze stad die met kunst weer wat meer willen gaan doen. En ja, het water en Nieuwegein past bij elkaar, dus kunst op de boot past daar dus ook wel heel mooi bij. Wat jammer dat het op deze manier moet, want ik heb begrepen dat de subsidie voor de kunst behoorlijk gekort is in Nieuwegein. Nou ja, in heel het land zie je natuurlijk dat de kunstsector wat onder druk staat. Ik zie tegelijkertijd ook, juist doordat er wat minder subsidie is, heeft laatst ook een artikel over in de Volkskrant gestaan, dat er nieuwe initiatieven ontstaan van mensen die zeggen, nou dan moeten we het meer zelf doen. Dus het lijkt aan de ene kant druk dat het minder wordt, maar aan de andere kant zorgt het ook tot nieuwe initiatieven. En dit is er misschien ook wel zo één. Mensen die de handen in elkaar slaan en proberen iets van de grond te krijgen.